Het tekenen van de vrede tussen de Saramakkaners en de Surinaamse overheid, dat bekend staat als Samakadaka, wordt op 19 september herdacht, Asidonghopo. Professor Frank Yabini zegt dat het tekenen van de vrede een lange geschiedenis kent. Al rond 1680 waren de Saramakkaners de plantages ontvlucht. Yabini legt toe hoe het eraan toe ging in de periode na het sluiten van de vrede. Ze hebben acties ondernomen, plantages beroofd, maar vooral mensen meegenomen. En daar had de koloniale overheid problemen mee. En in eerste instantie probeerden ze met wetten de mensen klein te krijgen. Bijvoorbeeld iedereen die een marron kon inleveren, die kreeg 5 gulden. En later was er zelf 1500 gulden in die tijd, wanneer je actie zou ondernemen en een marron zou brengen. Maar het heeft niet gewerkt. En toen heeft men gezegd, weet je wat, we moeten vrede sluiten. En er zijn verschillende pogingen geweest, één in 1730. En daar kwam de gouverneur met het voorstel om ze allemaal een generale pardon te geven. Dus dan zouden ze niets meer toerekenen. Maar natuurlijk, de Saramakkaners waren al vrije mensen. Dus ze hebben niet daarop gereageerd. Waarom ga je me pardon geven? Toch? En toen kwam er één in 1749. Dat was wat ze hebben gedaan. Ze zeiden, we gaan vechten tegen ze. Een flinke pakslaag geven. En dan gaan ze gedwongen zijn om vrede te tekenen. Meer dan 400 huizen van de Saramakkaners werden toen in brand gestoken. Die vrede hield echter geen stand. Yabini geeft aan dat het de Saramakkaners zijn die begonnen met het vredesproces, alhoewel niet alle stammen de vrede tekenden. Samakadaka is de erkenning van de vrijheid die de Saramakkaners al hadden, zegt Yabini. Dat verdrag heeft hen geen vrijheid gegeven. Het werd door de koloniale overheid erkend. We waren al vrije mensen, toch? En toen hebben ze dat getekend. Ik denk dat het ook voor ons vandaag een teken is van de strijd die er geleverd is toen. Dat de mensen toen gevochten hebben voor vrijheid. En eigenlijk ook voor bevrijding van anderen. En dat was een stukje erkenning voor wat ze gedaan hebben. Mijn boodschap naar de Saramakkaanse gemeenschap zou zijn in deze tijd. Er is vrede gesloten met de koloniale overheid toen. Op dit moment in de Saramakkaanse gemeenschap zijn er verschillende groepen. Mijn boodschap zou zijn, sluit vrede met elkaar. Dus in plaats van elkaar als vijanden te zien, in plaats van elkaar van los en nog wat te beschuldigen. We zijn verdeeld geworden door de politiek. Ook vanwege de kerk zijn er verschillende groepen gekomen enzovoort. Mijn boodschap is, laten wij vrede sluiten met elkaar. En als Saramakkaanse gemeenschap dat gebied opbouwen en ons land verder opbouwen, bijdrage leveren. Want de Saramakkaners hebben iets te bieden in dit land. Voorafgaand aan de viering komende zondag is er vandaag en morgen een Libakrutu, oftewel een vergadering van de personen die langs de rivier wonen. Het lag in de bedoeling de dag grootst te vieren te Asidonghopo, waar de residentie is van de Gramang. Echter worden de COVID-maatregelen in acht genomen en is er sprake van een aangepaste viering. De volledige uitleg over de achtergrond van deze dag kunt u ook terugkijken op onze YouTube- en Facebookpagina's.